Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is vrijdag, 3 uur, de hoogste tijd. Superleuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe receptvideo. En we gaan vandaag iets zoet maken. Onwijs populair, helemaal een hit. En toch maar besloten om het ook te gaan maken. We gaan namelijk de krompoes maken. En wat we er allemaal voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, uiteraard croissantdegen. Ik heb hier twee croissantdeegjes, gewoon van Danarol, die verse croissantdeegjes, die kan je gewoon in de supermarkt kopen. Dan hebben we uiteraard roze glazuur nodig, dat is deze. En dan voor de banketbakkersroom hebben we het volgende nodig, dus wat in de tompoes gaat, dat noemen wij banketbakkersroom, crème pâtissier. Daar hebben we het volgende voor nodig, 3 stuks verse eidooiers, 10 gram maïzena, 50 gram suiker. Ik heb het vast in een pannetje gedaan. 500 gram volle melk. Zo, dan gaan we zo meteen in het begin wat maken. Hè. Wat gaan we doen? We gaan de croissant oprollen op een bakplaatje. Dan smeren we die in met een klein beetje eigeel. En dan gaat die in de oven, die staat voor te warmen, 180 à 200 graden. 12 tot 15 minuutjes bakken we de croissant af in de oven. Dan ondertussen maken we de melk warm en kloppen we de eigeel op met de suiker en de maïzena. En daarna gaat de melk bij de eieren terug in het pannetje en dan gaan we hem garen, maar dan kom ik weer even bij u terug. En ondertussen maken we ook een pannetje met water warm, want daar gaan we zo meteen de glazuur met pakje en al in opwarmen. Croissant zit in de oven. Ik heb de eigeel met de suiker een beetje wit geroerd, zoals jullie gezien hebben. En de melk was aan de kook. Dus die gaat nu bij je eimengsel. En dat roeren we even goed door. En dan gaat hij terug de pan in. Dan gaat hij terug op het vuur en dan gaan we hem dus garen. Hè. Omdat er maïzena in zit, mag hij koken, dus dat hebben we ook nodig. Dus we gaan op gemiddeld vuur af en toe blijven roeren. Gaan we hem garen en dan zal je zien dat hij dikker wordt. Belangrijk is dat je wel blijft roeren. Hè. Ik heb een pannetje water even verplaatst naar deze kant. Als die zo meteen kookt, dan gaan we die uitzetten. En dan gaan we het pakje glazuur gaan we daar inleggen. En dan kan de glazuur mooi warm worden. Let op dat het niet meer mag koken. Dus gewoon van het vuur afhalen als die kookt. Glazuur erin en dan mooi even 5 à 10 minuten tot de croissants klaar zijn. Gaan we het mooi warm maken. Nou, je ziet al dat die dikker begint te worden. Hè? Dus ik ga het vuur nu laag draaien. En nu moet je helemaal goed blijven roeren. Anders dan rolt die uiteraard aan de pan.
Een beetje spelen met je vuur. Je kan hier natuurlijk ook nog andere smaken aan toevoegen, hè? Aan je banketbakkersroom, vanillestokje mooi erin. Ja, dat is eigenlijk het gebruikelijke. Of trek met je melk een andere smaak mee als je dat graag wil. Maar ik hou hem voor nu eventjes gewoon puur. Het is de basis. Kijk, hij kookt nu. En dan moet hij van het vuur af. Dan doen we hem even terug in de schaal. Zo, en dan laten we dit even goed afkoelen. Zo, dus laten we even goed afkoelen. En als dit afgekoeld is en mijn croissant zit in de oven, die zijn gaar. Het water van mijn glazuur kookt, dus ik ga het glazuur erin doen. Zo, en als dit dan allemaal klaar is, de croissants zijn klaar. Bakkerbakkersroom is afgekoeld. Dan kom ik weer even bij jullie terug. En dan gaan we de krompoes in elkaar zetten. Zo, nou, mijn croissantjes zijn gebakken. Uit de oven. Die zijn afgekoeld ook. Die heb ik alvast opengesneden. Bakkerbakkersroom is afgekoeld. Dan gaan we nu de glazuur eruit halen. Je kan het overgieten, maar ik ga ze gewoon eventjes indopen. Dus ik doe ze even in een bak. Nou, en dan is het een kwestie van de banketbakkersroom op je croissant. Dichtvouwen. Door de glazuur heen halen. Wat dikker. Zo, kijk eens. En dan is die klaar. Nog eentje. Een beetje rot open gesneden. Door de glazuur. En dan is je krompoes klaar. Kunnen jullie het zien? En dan zou ik zeggen, smullen maar! Zo, dat was het weer voor deze vrijdag. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vinden. Geef even duimpje omhoog. Ga het zeker namaken. Hè. Vergeet zeker niet te abonneren. Het is helemaal gratis. Super bedankt voor het kijken. En ik wens jullie een heel fijn weekend. En we zien elkaar aanstaande maandag weer. 3 uur sharp bij een nieuwe Kees aan de Kook. Tot dan, dankjewel. Doei doei.